Dit is het verhaal van de stad Jeruzalem. Of eigenlijk van twee verschillende steden. Eerst beleven wij door het telkens terugkerende huilmotief de klaagzang over hoe men zich op aarde keerde tegen het geloof. Het verhaal gaat van dit idyllische Galilea tot aan de tragische dood op Golgotha in de stad Jeruzalem. Na de pauze klinkt een opgewekt motief, het nieuwe hemelse Jeruzalem als symbool van de hoop op eenheid van de mens. Dit is het verhaal van de passie van Christus, bedoeld als passie voor alle mensen, wat je ook gelooft. En de aarde? Zij was in den beginne woest en ledig.
Ik hoorde een luide stem. Een stem die klonk als een bazuin. Dit zegt hij die de eerste en de laatste is. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Zij die overwinnen zullen één zijn in het nieuwe Jeruzalem. Jerusalem, 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 Jerusalem.
Het was in Galilea, een landstreek van Israël, waar het water langs de oude kust voortkabbelde en van menig roeiriem druppelde. Het gebeurde in Galilea, waar ze hem bij het meer leerden kennen. Aan dat meer zei hij tegen de vissers dat zij hun netten moesten achterlaten om hem te volgen. Hij was populair. De mensen kwamen graag naar hem toe en luisterden blij naar wat hij te zeggen had. Ze kwamen allemaal, de armen, de kreupelen, zij die blind, ziek of verlamd waren. Het is het land en de periode die ik mij herinner. Daar kwamen mijn kinderen in grote getalen bijeen voor brood, vis en voor de warme vriendschap. Dat was Galilea. O mooi en dierbaar Galilea.
Degene die niet door de deur de schaapskooi binnengaat, is een dief of een rover. Ik ben de goede herder. Ik kom wel door de deur naar binnen. Tot nu toe werden de schapen bewaakt door dieven en rovers. En kregen de wolven kans om de lammetjes te verwonden of te doden. Ik ben echter gekomen om de schapen te redden en mijn leven voor hen te geven. Ik weet wie mij toebehoren en zij zullen mijn stem herkennen. Zij zullen op mijn stem afkomen. Dan zal ik ze samenbrengen, want ja, ik ben ervan overtuigd dat ze zullen komen. Ze zullen mijn stem horen, komen dan overal vandaan en zullen uiteindelijk samen één zijn. My sheep, they are scattered and forlorn, scattered and forlorn. I am the door of the sheepfold. Look at my sheep, they are scattered and forlorn, scattered and forlorn, scattered. Surely come, they will surely come.
will provide some pastures for them, some pastures green. I'll lead them out so they can find some pastures green. I know my own and my own know me. I will bring them to the sheepfolds, I will bring them to, and I will bring them all together, and they shall be one. Yes, I will bring them all together, and they shall be one. They shall be one, and they shall be one. Shall be one, they shall be one, and they shall be one. From the mountains and the valleys, from the hills and from the plains, every tribe and every kindred and tongue shall come, and they shall be one. From the rising of the sun to the setting of the sea, out of great tribulation they shall come and shall be one. From the desert they shall march, from the desert they shall.
De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf, gehoorzaam aan mijn Vader. This is my command. I have power to lay it down. Wherever there is liberty, I can lay it down. We can be Galilea, o dierbaar Galilea, mijn bestemming ligt nu voor mij. Ik moet gaan. Mijn Vader heeft mij geroepen. Ja, ik ben er klaar voor om de zware weg te gaan, de wedloop te doorstaan. Maar toch doet het mij veel verdriet om deze dierbare plaats te moeten verlaten. Jeruzalem. Jeruzalem, vesting vol onverdraagzaamheid, meedogenloze trots, arrogantie. Jij, het graf van heiligen, dat het
evangelie laat zwijgen en het profetisch vuur dooft. Jij opstandige berg, hoe sta je daar? Als een leeuw die gereed is voor de jacht. Ineengedoken, waakzaam en klaar om te doden. Maar als ik daar overheen kijk, zie ik blijdschap komen. En hoop. Een doel dat nu nog geheim is. Ik zie achter deze slechte stad een nieuwe stralende stad verschijnen. Over het kruis heen zie ik het nieuwe Jeruzalem. To gather you.
will as the owls. Your sin and your judgment are consummate. Your house is in left to you desolate. Wat zal er met dit alles gaan gebeuren? Met dit trotse gebouw dat hier nog staat? Met de mensen die zich in dit land hebben verzameld? Met dit hopeloos verdeelde koninkrijk? Deze door mensen verdeelde aarde? Geen enkele, maar dan ook geen enkele steen zal op de andere blijven liggen. Alles zal worden afgebroken. Ik ga nu deze tempel verlaten om er nooit meer terug te keren. Men zal proberen mij terug te vinden. Hier of in de nabijgelegen woestijn. Of misschien wel binnen in de tempel. U zult echter weten waar ik zal zijn. En waar mijn lichaam is. Daar zullen de gieren zich verzamelen. Nu, tijdens onze laatste maaltijd als afscheid, zal ik jullie uitleggen wat ik bedoel. Want hier is brood en hier is wijn. Kom nu. Eet van het brood en drink van de wijn. Zo hoor je bij mij. Het zal altijd zo zijn dat waar de gieren bij elkaar komen om te eten en te drinken, dat daar ook mijn lichaam zal zijn. En mijn bloed. Daar zal ik zijn. Sup with me this far.
Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief heeft, in hen zal zijn. En ook ik in hen zal zijn. Thank you.
angstig en onrustig, ging hij naar de olijfgaard Gethsemane om te bidden. Om de Vader te vragen de beker met de zonde van de mensen van hem weg te houden. Angstig en onrustig wendde hij zich tot de Vader. Voor u is alles mogelijk, Vader. Neem deze beker van mij weg. Maar als dat niet kan, zonder dat ik eruit drink, laat het dan maar gebeuren zoals u het wilt. Het verbaasde hem dat zijn leerlingen, terwijl ze op hem aan het wachten waren, al lagen te slapen. Hij zei tegen hen: slaap maar door. Het moment is gekomen waarop ik geofferd zal worden. Ik ga nu naar mijn veroordeling toe. En naar mijn vrededood. Ik ga. Nu. Alleen. Zie de mens, hij is onschuldig. Zie de mens, ik zie geen kwaad in hem. Zie de mens, waarom moet hij sterven? Zij hebben een wet en volgens die wet is hij schuldig. En volgens die wet moet hij sterven. Hij is de koning der Joden. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Hef een klaagzang aan en huil, o stad Jeruzalem.
I find him innocent. This first time I bring him out, for I find no crime in him. Why must he die? What evil has he done? This second time I would release him. This third time I would release him. I find no crime that is worthy of death. Behold the man, behold the man. A rose in life, the name of the man. A rose in life, the name of the man. Then judge him by the law. Then judge him by the law. Fear for the law that would crucify him. He's the King of the Jews. And what I have written, I have written. Now I wash my hands of the blood of this man. As the swifts fly over the wall, and the walls are alive with the echoes of violent cries, and the cries are alive with the tormented pain of mankind, and the Lord is crucified. Oh, Lamb.
Ik, Johannes, wil jullie nog iets zeggen. Er valt namelijk meer te vertellen. Een van de vandaag aanwezige soldaten stak een lans in zijn zijde en opende daarmee een weg naar de bevrijding. Want, ja, hoe moet ik het nu aan u uitleggen? Hoe weet u nu of dit waar is of niet? Ik, Johannes, weet dat het waar is. Mijn getuigenis is betrouwbaar en ik geloof erin. En omdat het de waarheid is, mag ook u erin geloven. Want toen de Heer al gestorven was, werd er nog een lans in zijn zij gestoken. Direct vloeide er bloed en water uit. Hoe kon dat? Thank you.
searching for the body, searching for the body of Christ. Searching for the body, searching for the body, searching for the body of Christ. When his disciples gathered, the angel said, why come to find one who ik heb het al eerder gezegd. Men zal gaan proberen om mij te vinden. Sommigen zullen zoeken in de nabijgelegen woestijn. Of ze zullen binnen in deze tempel op mij wachten. Ik heb het al eerder gezegd. Jullie zullen weten waar ik ben. Maar weten jullie dan ook waar mijn lichaam is? Thank you.
Ik heb het al eerder gezegd, waar mijn lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Want waar mijn lichaam is, daar zullen de gieren bijeenkomen om te eten en te drinken. Waar mijn lichaam is, daar ben ik in hun midden. Hier is mijn lichaam, maar waar zijn de gieren? Where the body is found, yeah, where eagles fly. Those who are there, hear
strong, knowing the time is not too long. Oh, and repent, oh, and believe, come with the eagles, come and see. Jonge mensen, wees snel. Oude mensen, wees sterk. Weet dat er niet veel tijd meer is. Laat iedereen geloven en kom samen met de gier. Prediker zei, er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. Maar nu is het moment aangebroken om samen te komen. Het is nu tijd voor hoop. Het is tijd om elkaar lief te hebben. Het is tijd om te geloven. En het is tijd om trouw te blijven. De tijd is nu gekomen om alles achter je te laten. De tijd is nu gekomen om alles van je af te zetten. Geen prijs is meer te hoog. Geen vijand te sterk. Het duurt nog maar kort. En dus is de tijd gekomen om iedereen te verzamelen. Het is tijd om samen één te worden. Here is my...
Ik, Johannes, heb Christus gezien toen zijn lichaam werd doorboord. Ik, Johannes, zag het bloed en het water uit zijn zij stromen. Ik heb gezien hoe de weg werd geopend. Hoe het voorhangsel van de tempel voor ieders ogen naar beneden kwam. Ik zag hoe hele volkeren naar binnen gingen en gereinigd van zonde de weg naar het licht zijn opgegaan. Nu zie ik hem weer terugkomen op aarde. Ik, Johannes, zie een menigte, ja, een hele stad neerdalen vanuit de hemel, als een bruid in een maagdelijk witte bruidsjurk. Het is het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem, daal als een volmaakte bruid neer op deze aarde. Verlost, gewassen en gezuiverd door het bloed en het water dat uit zijn zij stroomde. Hij stierf van het kruis voor ons allemaal. En deed dat om zichzelf aan ons zijn nieuwe bruid voor te stellen. Aan ons, als het nieuwe Jeruzalem. Naar de hemel. Daal neer, Jeruzalem. Daal op aarde neer. Roep het samen. Kom naar beneden, Jeruzalem. Kom. My heart so longs for thee, my heart.
Thank you.
Dames en heren, dit was het verhaal van de passie van Christus, bedoeld als passie voor alle mensen. Het verhaal van de drie-eenheid als God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de drie-eenheid van zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Velen zijn ons daarin reeds voorgegaan. Wij kennen onze weg nog niet. En daarom is de boodschap van deze avond hoop op eenheid en vrede. Mens zijn met de mensen. Blank, bruin, geel of zwart. In welk land dan ook geboren en met of zonder maatschappelijke status en in welk geloof men ook leeft, samen streven naar eenheid en vrede. En nooit de hoop verliezen. Zodat wij, het zij op aarde, het zij daarna, elkaar terug zullen zien. Aan één tafel van vrienden. Waar je ook in gelooft.